Hey, Jackie Groene, ben jij het echt? Ik moet wel even inzoomen. Hey, Jackie Groene. Ooit, maar dat was echt in de jeugd, heb ik ooit een corner willen nemen. En toen in plaats van tegen de bal schoot ik tegen de hoekvlag aan. En toen viel ik ook nog en sloeg mijn enkel om en moest het veld af. Dus dat valt er wel onder, denk ik. Als er beelden van zijn, dan worden die niet verwijderd. Ja, en dan zo binnen en dan buiten. Dit is echt moeilijk hoor, ja. Ik zou niet vlak. Oké, wacht. Oké. Dus jij bent ervaren, oké. Hebben jullie gezien dat ik dat shirtje gewoon zo bot onder in een andere man stopte? Je neus groeit als je liegt. Ik denk dat iedereen wel best wel vaak... meid. Maar leest die clown of is het gewoon een... Heb je liever een dode clown? Iedereen denkt toch die clown. Ja. Misschien ben je daar wel aan. Ik wel weet hoe moeilijk het is om tegen een team te voetballen dat heel erg diep inzakt. Vlieg! Sorry jongens, er komt echt heel een vlieg gewoon om me heen. Wat was de vraag? Moeten we met dit ding op? Ja. Oké. Is dat moeilijk, hè? Oh ja, wacht, je kunt niet naar beneden kijken. Wat? Ja. Chat! Wat? Jezus, man! Ik hoorde net dat ik er voor weg stond. Wacht, wat zit nou weer? Ja, ik houd het voor. Ja, mooi. Nou, we hebben een gast in de show. Ja, kom even hier. En het is Jackie Groene. De bedoeling is dat je 100 punten pakt. Als je 100 punten pakt, okay. Nou, dan is hij voor jou. Dat is even gezellig, hè? Je krijgt 6 Franse kazen om te schuiven. Yeah. Valt een kaas eraf of komt hij op een vlaggetje, dan krijg je een doelopdracht. Je hebt tot nu pas 10 punten. Doe de swiss. Zo? Ja. En dan zo? En dan andersom. En dan die hand zo. Ja, ja. En dan gaat hij door. En door. En door. Ja, maar ik kan dat dus niet. Ja, heel goed. Oh, heel goed. Nee? Wat hadden we afgesproken? Ja, jij zei, ik ga niet jinxen om mijn zak erop. Ik zei, ik... Dropjes! Hey, hey, waar zijn ze? Ik hou wel echt van een frietje op zijn tijd. Dus dat moet ik wel. Maar dat mag ik niet meer zeggen van mijn moeder. Waarom niet? Nou, dat is een paar keer in het interview gekomen dat ik heel graag een frikandel speciaal heb, maar dat vindt ze niet topsport. maar ik hou ook heel erg van Chinees. Is het met vragen of is het met vragen? Je mag zelf een monoloog houden. Dit is mijn verhaal. Ik was 7. Er was wel nog een verhaal aan. Ik kreeg hem niet mee naar binnen. De beveiliger zei van nee, dat mag niet, geen eten en drinken. Nu heb ik hem uiteindelijk nog opgehaald. Weet je wat ze hebben gedaan? Wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem opengemaakt. Dat is misschien wel waar, maar ja. Ah, ik heb hem! Ze wou ook nog een hokjes eten. Als je op de 100 komt, kijk even, dan alles is hij voor niks. Jou. Alles op niks. Alles op niks. Eet. En dan hoopt hij. En. Ja, hij is eraf! Ja, maar. Echt niet oké. Okay. Dat is echt niet oké, okay, dit. We hebben het nog nooit zo slecht meegemaakt ook. Maar dat. Ik ben nou weer benieuwd wat je zegt. Kut! Ik haat zo'n. En mijne hing echt in mijn face, zeg maar. Dus ik ben er een paar keer voorbij gelopen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet hem nu wel even gaan pakken, want anders is het heel raar. Hier! Eén minuut, meiden! Nog 1 minuut! Kom op, we vinden er nog eentje! Hé, hoor deze grap. Die van Jacques hangt al de hele tijd daar, maar ze zegt nu pas. Jacques! Laten we even meer vaart maken. Ja, we moeten echt een vaart hebben. Zo, ja. Kijk, dat moet misschien niet. Oh, dat past beter. Ik kan hem ook draaien. Ga vliegen! Kom hier met die hoor, kom hier. Oh, dit wil ik zo. Dit is nou eigenlijk het moment dat ik eigenlijk lange nagels had. Weet je? Natuurlijk, ja, wat denk je? Ik ga niet voor niks winnen. En bovendien kan ik vanavond ook nog mijn ouders zien. Het is trouwens wel een wonder dat ik aan het filmen ben en aan het fietsen ben tegelijk. Want normaal gesproken is fietsen alleen al een opgave. 6. 7. 8. 9. En rammen! Doen! Yes! Zeg, ik ben
ben heel erg bang van spinnen. Dus als er bij mij maar de kleinste spin in huis zit, dan kan ik niet slapen. Vroeger deed ik ze nog wel eens in een stofzuiger. Dus dan kon ik van een afstand ze zo opzuigen. Maar ik heb gehoord dat ze uit die zakken kruipen. Dat hoorde ik echt een paar weken geleden. Die kunnen er schijnbaar gewoon mee uit. Dus tegenwoordig dan bel ik altijd iemand of die naar mij toe kan komen om de spinnen naar buiten te zetten. Nou, ik heb iemand die mij iedere ochtend een DM'tje stuurt. Ik hou van je, ik hoop dat je een goede dag hebt. Iedere ochtend hetzelfde. En ik weet nog heel erg goed, een paar maanden geleden, toen kreeg ik eigenlijk een week lang kreeg ik niks. Dus toen maakte ik me een beetje zorgen. Ik denk, straks is hij overleden of zo, weet je wel. Of is er iets gebeurd. Dus had ik aan een vriendinnetje gevraagd wat ik moest doen. Dus had ik hem even een appje gestuurd van gaat het wel. En toen? Toen een DM gestuurd van gaat het wel. Toen kreeg ik een DM terug. Ja, sorry, ik was heel druk. Oh, wat lekker, hè. Maar ik dacht echt dat er iets gebeurd was. Maar toen daarna schaamde ik me heel erg. Zo, alsof ik het dan nodig had dat hij zo. Ja, ik miste de aandacht gewoon. Ja, ja, ja. Ja, toen dacht ik, oh, wat erg, wat erg. Ja, toen, dat was echt wel een soort dieptepunt of zo. Oh. Zou ik zeggen. Hoi, mooi. Het over de keer dat ze begon, dat was echt heel grappig. Jackson, kan jij... Oh, dit Jackson, kan jij... Was jij erbij? Ja, ik heb het dus gezien. Ik was een van de weinigen die het volgens mij gezien heeft. Zou je het even vol kunnen doen? Nou, dat was echt een heel kansrijke situatie. En Kelly, volgens mij was het Kelly. Ja, 2 tegen 1 met Kelly. Ja, wilde een 1-2 met haar maken. En ik loop nog een beetje terug. En zij wil die bal krijgen en ze gaat in één keer zo gewoon achterop zo op de grond zitten. En het mooiste was dat ze eerst even rondkeek van of iemand het gezien had, weet je wel. En ik stond echt op een meter zo van, ja. Ja, dat was, ja. Je moet serieus blijven aan de job, kom op. Ja, hoe sta je nou eens, Riet? Ik ben erbij. Kika, wij zetten. Lekker Kiek, geef mij die knuffel. Ik zit even, heb ik het ooit gezegd? Nee. Moet je even kijken hoe lang zij erover na moet denken. Let aan dat ik dat ook al weet. 1 keer geweest, check. Ik heb bedacht, als jij daar gaat staan, dat veld, alleen maar in haar buurt, om haar heen dansend. Dat zij alleen maar zegt, shakkie, 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 shakkie. En die focus nergens meer op. Die focus gewoon nergens gewoon. Oh, ik word er helemaal zenuwachtig van. Hoe vind jij het om tegen Japanse meiden te spelen? Ja, ik vind het altijd lastig tegen Japanse meiden. Daar is ze! Goed gedaan. Goeie tips, hè? Ja, het heeft geholpen. Erin gekopt. Hij zei net dat jij het lastig vond om tegen Japan, omdat ze kleine wendbaar zijn. Ja. Dus nu als plan is het dat ik de hele week op de training tegen jou kan staan. Ja, dat is echt goed. Zodat ik zeg maar ga draaien en dan kan Dek gewoon... We hebben 4 dagen, gaan we vol daarop... Denk je nog even wat tips? Ja. Net in het opwarmen nog zeggen, hè? Van, oh, gelukkig kan ik het beter dan Shockey. Hé, laatste vraag. Wat is je nummer? Mijn nummer? Mijn... Ja, je rugnummer. Oh, 14. Ons werk gewoon. Ja, blijf nou maar zitten, dan kunnen we beginnen. Sorry. Ja, maar ik glij altijd weg. Ja, mooie achterkant. Wel, oranje lewinnen achterstevoren. N-E-N-I-N-N. Lewinnen. N. E-E-U-L. Okay. Volgende. Ja. Sneller! Ik vond het achteruitspellen wel minder, eerlijk gezegd. Ik had het gevoel dat ik wel goed begon met de N. En daarna ging ik een beetje weg op dat. Maar kunnen we niet nog één vraagje denken? Ah. Ik nog echt. Annika, ik weet niet waarom. Nee, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ja. Ik vind het oprecht wel een spannend. Is hij ook spannend? Wij ook. Hoe krijg je naar de handen? Wat is het? Hoppakee. Bijna! Hey! Hey Jackie, niemand die is vester. Een van de beste middenvelders en de koningin in Manchester. Altijd een lach op haar gezicht. Maar horror op het veld, dus doe je ogen dicht. Nummer 14 op het veld, dan besef je dat het over is. Hey Jackie Groene,
Ben je het echt? Dan moet ik even inzoomen. Hey, Jackie Groene. Wanneer ze voetbalt, heeft ze magische schoenen. En vind je onze films leuk? Dan even duimpje omhoog. Kijk op ons YouTube kanaal en tot de volgende keer. Doei!